Belangrijker is natuurlijk dat de podiumkunsten ook getoond worden aan het publiek. Het Holland Festival houdt echt van zijn publiek en het publiek houdt van het Holland Festival. I think it is beautiful to write with lights and sound and movement and text and narrative and rhythms and lines and colors. And I mean, this is in terms of composition or stage writing or movie writing, I think it is the strength of these artworks to be able to compose with all these different medias. Zeg maar alsof ik weer terug in een realiteit werd getrokken. Maar ja, welke dan? Ik kreeg heel erg de indruk dat hij een soort brug aan het bouwen was. Of misschien een soort monument of iets. Of om de tijd mee door te komen. Zoeken wij ook in al ons werk naar wat het bewustzijn van het lichaam is. Of wat is dat lichaam wat wij hier een tijdje besturen. I think every performance is always politic. Every performance is always politic, always about environment. And every performance is always about human being. Dan heb je de mensen, dat noemen wij hard luisteren. Die mensen krijgen heel veel gedachten, gevoelens en beelden tijdens het luisteren. Dus dat zijn mensen die hebben als het ware een theater aan de binnenkant van hun voorhoofd. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.